Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De laatste video van 2020 en in deze video wil ik jullie eigenlijk eventjes meenemen in het jaar 2020 van mij. Hoe mijn jaar 2020 was en ik denk dat een heleboel mensen blij zijn dat het jaar 2020 bijna ten einde is. Daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben, maar ja, ik wil jullie toch even meenemen in mijn hoogte, dieptepunten of ja, en al die dingetjes zeg maar. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik het jaar 2020 heb beleefd en hoe het jaar voor mij was, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, zoals ik net al eventjes vertelde, er zullen heel veel mensen blij zijn dat het jaar 2020 voorbij is, omdat er natuurlijk een pandemie heerst waar we nu in zitten. En ik wil het daar toch even kort over hebben. Wees gerust, ik ga het echt niet deze hele video over de corona hebben, maar ja... 2020 hangt toch wel met corona samen. Corona voor mij. Mijn leven is niet veranderd door corona. Het enige wat ik wel merk is dat voorheen was voor mij boodschappen doen het uitje van de week. En ik merk wel dat ik daar nu gewoon heel erg tegenop zie om naar de winkel te gaan. Ik ga zweten, ik ben een beetje zenuwachtig, ik vind het niet echt prettig meer. Je moet nu aan zoveel dingen denken als je naar de supermarkt gaat. Je mondkapje, de anderhalve meter, desinfecteren. Ja, al dat soort dingetjes. Dus ja, in dat opzicht vind ik het gewoon niet zo heel prettig meer. En ben ik gewoon, waarvan ik eerder dacht, oh, nou, ik ga er weer eventjes lekker uit, denk ik nu. Oh nee, ik moet weer. Dus dat is wel iets wat 2020 of vooral corona voor mij heeft veranderd. Kijk, verder, toen we in de individuele lockdown kwamen, de dingen die dichtgingen, de sportscholen, zwembaden, de horeca en uitgaansgelegenheden, misschien valt het wel onder één, restaurants, dat soort dingen, ik deed dat al nooit. Ik deed dat al nooit voor corona, dus voor mij was het ook geen probleem dat die dingen ook niet meer konden. Kijk, heel veel mensen die die dingen wel heel leuk vinden, die zullen daar echt verschrikkelijk van balen en misschien wel onder geleden hebben, dat weet ik niet. En ook de bedrijven zelf natuurlijk, die nu al best wel een lange tijd dicht zitten, die lijden eronder. Want ja, je hebt wel je kosten voor je pand en misschien nog wel heel veel andere kosten die erbij komen, maar er komt natuurlijk niks binnen. En dat zijn wel de trieste dingen die corona teweeg heeft gebracht. Waarvan je denkt van nou, er gaan misschien wel een heleboel bedrijven failliet. En dat had niemand zien aankomen. Kijk, vakanties mochten niet meer. Kijk, ik ga nooit op vakantie. Dus ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe het is als iemand wel heel graag op vakantie gaat. En dat ineens niet mag. Omdat ik gewoon helemaal niet van vakantie hou. Ja, dat soort dingen, dat vind ik dan wel lastig om me daarbij in te leven. Maar dat heeft het voor mij niet veranderd. Ja, we zitten nu natuurlijk in een complete lockdown. En je denkt nu wel eventjes, als je bijvoorbeeld even iets nodig had wat niet bij een winkel is, wat open is. Nu dat je denkt, oh shit, dat had ik nodig gehad. Oh ja, kan ik nu niet kopen, want de winkels zijn dicht. Maar... corona heeft voor mij niet echt een hele grote impact gehad. Het enige wat ik dan gewoon wel heel vervelend vind zijn die mondkapjes. Omdat ik gewoon wel heel snel hoofdpijn ervan krijg. En dan draag ik hem relatief heel kort. Want ik draag hem alleen in de supermarkt. Dan denk ik, hoe moet dit voor mensen zijn die gewoon dagen met zo'n mondkapje moeten opwerken. Dat is toch niet te doen. Ik vind ze benauwd. Ja, wat ik al zei, ik krijg er hoofdpijn van. Dus hoe moet het voor die mensen zijn om dat te moeten doen. Maar ik hoor soms ook dat mensen zeggen, ja, maar het went. Nou ja, voor mij is het nog steeds geen gewenning. Maar dat kan ook niet als je er maar één keer per week draagt. Een korte periode. Ik ben zelf ook niet heel erg bang om corona te krijgen. Ten eerste, ik kom met heel weinig mensen in contact. En ten tweede denk ik, ja, als ik het moet krijgen, dan zal ik het wel krijgen. Maar... omdat ik wel kan zeggen dat ik mezelf goed aan de regels houd, denk ik dat de kans niet heel groot is. Er zal altijd een klein kansje blijven natuurlijk. Maar ja, als iedereen zich eigenlijk goed aan de regels houdt en binnen blijft zodra ze echt klachten krijgen, moet het denk ik allemaal wel goed gaan. Ja, en zou ik corona krijgen, hoop ik alleen maar dat ik er heel... dat ik er weer goed mag uitkomen en er niks aan mag overhouden.
Het enige wat mij wel een beetje zorgen baart, dat zijn mijn opa en mijn oma. Die zijn allebei op leeftijd. En ik heb wel zoiets van, nou god, als die corona krijgen, ben ik best wel bang dat die het misschien niet overleven. En dat is wel iets waar ik wel bang voor ben, zeg maar. Maar ja, verder heeft corona mijn leven niet echt daadwerkelijk veranderd. En ja, we zullen er voorlopig nog wel even mee te maken hebben. Dus ik denk, ja, dat het gewoon een beetje omgaan is met de situatie hoe die is. Hoe lastig die voor sommige mensen ook kan zijn. Ik probeer er ook maar weer voor mezelf het beste van te maken. En ik denk dat dat voor mij gewoon het beste werkt. Nou, laten we maar even doorgaan op een wat vrolijker onderwerp. Dan hebben we dat corona in ieder geval gehad. YouTube, mijn blog. Ik ben echt heel blij, want ik ben het afgelopen jaar met YouTube weer heel hard gegroeid. Mijn abonnees staan nu op 341. Ik heb er sowieso weer 100 in één jaar mogen genereren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik krijg hele lieve reacties van jullie. Ook met sommigen heb ik gewoon hele leuke interacties via Instagram. Ik heb zelfs een hele leuke, paar leuke pakketjes mogen krijgen. Ook van mijn volgers. En dan denk ik van ja, dat vind ik gewoon super lief. Dat mensen mij dat gunnen. En ik heb nog steeds heel veel plezier in het doen van YouTube. Ik vind het vloggen nog steeds leuk. De losse video's vind ik nog steeds leuk. Dus ja, ik ga lekker gewoon in 2021 ook gewoon door met YouTube. Omdat ik het gewoon super leuk vind en nog steeds niet zat ben. En ja, het zou leuk zijn als het nog meer mag groeien. Maar ja, ik ben al heel blij met wat ik nu heb bereikt dit jaar. Vloggen gaat ook nog steeds goed. Heb ik ook nog steeds heel veel plezier in om mijn blogpost te schrijven. Om lekker met de foto's bezig te zijn. Dus wat dat betreft vind ik dat ook nog steeds super leuk. Dus ook dat ga ik zeker voortzetten in 2021. En ja, dat zijn ook wel positieve dingen. Mijn leven draait gewoon voor een groot deel om YouTube. Omdat ik gewoon het echt gewoon super leuk vind om te doen. Dus ja, dat ga ik zeker volhouden. Ja, aan mezelf zijn natuurlijk een aantal veranderingen geweest in 2020. Ik heb een nieuwe bril. Ik ben van een heel zwart montuur gegaan naar een wat minder opvallend montuur. Het was ook echt nodig en het was een keer compleet wat anders. Na jarenlang eigenlijk een beetje dezelfde monturen gedragen te hebben, ineens een heel ander montuur. Maar ik ben er nog steeds heel erg blij mee en hij zit lekker en hij is ook helemaal gewend. Als ik nu wel eens mijn oude bril opzet, wat ik de laatste keer heb gedaan toen ik aan het verven was van mijn gang, dan denk ik van, oh ja, dit zit eigenlijk heel raar, want ik zit naar een zwarte rand te kijken. En dan ben ik gewoon heel blij dat ik deze weer op kan. Mijn haar is natuurlijk veranderd. Ik ben teruggegaan naar mijn eigen haarkleur. Na jarenlang heel blond zijn geweest. Ja, merkte ik toch wel dat mijn haar heel erg te lijden had onder het blonderen. Ik werd op een gegeven moment ook niet meer blij van elke keer die uitgroei. Dus ja, ik ben teruggegaan naar mijn eigen haarkleur. Er is ook een heel klein stukje vanaf, dus het is niet meer dood. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de grote veranderingen voor mijzelf. Ik heb mijn therapie natuurlijk afgerond. Ik moet ermee leren leven dat de straatvrees een onderdeel van mijn leven zal blijven. Wie weet dat ik het ooit nog eens te boven kom. Maar met therapie gaat het in ieder geval niet lukken. Dus dat heb ik kunnen afronden. Voelde ergens ook heel vreemd naar eigenlijk best wel lang intensieve gesprekken en opdrachten te hebben gehad met iemand dat het ineens klaar was. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook zeggen van wat valt hier nog uit te halen. En dat was voor mij gewoon, was wat er uit te halen viel, was gedaan. Er viel gewoon niks meer uit te halen. Dus ja, wat dat betreft was dat ja, het ook eigenlijk wel. Leuke uitjes dit jaar. Ja, ik heb zeker een aantal leuke dingen kunnen doen. Ik ben naar de huishoudbeurs geweest en dat is altijd echt iets wat ik super leuk vind en dat heb ik ook dit jaar weer kunnen doen. Daar heb ik een hele leuke foto kunnen maken met een klein deeltje van de GTS-T-kast. Ik zal die foto nog even in beeld plaatsen, want dat was voor mij een hele bijzondere ervaring. Trouwkijker en het was gewoon heel erg leuk om dat te kunnen doen. Superleuke dag geweest en ik merkte al wel, volgens mij was corona toen nog niet echt ja, dat was februari. Volgens mij kwam het heel licht in opstand, maar het was nog niet heel heftig. Dus dat was echt superleuk. Ik heb een paar keer kunnen winkelen, wat ik ook wel heel erg leuk vond, want als je mij langer volgt, weet je wel dat winkelen wel mijn hobby is. Dus ja,
daar ben ik blij mee dat ik toch een aantal keer dat heb kunnen doen. Ik ben nog een dagje naar Giethoorn geweest. Dat was ook heel leuk. Dat was heel onverwachts, maar wel heel leuk. Het was trouwens wel tijdens de corona, maar het was wel goed te doen. Het was wel heel warm, maar ja, het was wel te doen. Het was wel heel leuk en lekker om er even uit te zijn. Want ja, de zomers in Nederland zijn natuurlijk tegenwoordig heel erg warm. Ik woon in een woning die ook onwijs warm wordt en ik kan bijna niet luchten. Dus dat is gewoon heel lastig. Dus dan was het wel echt lekker om er even een dagje uit te zijn. Dus dat heb ik kunnen doen. Ik heb gelukkig een baby shower kunnen organiseren voor Nathalie samen met mijn moeder. Want ja, ik werd natuurlijk tante dit jaar. Daar ga ik zo nog even wat verder op in. En we wilden heel graag een baby shower organiseren. Het was ook allemaal wel eventjes lastig van gaat dat kunnen lukken, ja of nee. Heeft uiteindelijk kunnen plaatsvinden. Dat was super leuk, super geslaagd. Heel blij mee dat we dat hebben kunnen doen. Ik heb een paar keer heel gezellig kunnen barbecuen, wat ook heel leuk was. Dus ja, dat zijn wel echt de leuke dingen. Ik heb ook een leuke kerst gehad. Toch met een klein deeltje van de familie heb ik dat kunnen vieren. Met de toegestaande mensen wat mocht uiteraard. Dus dat was ook wel heel erg, erg leuk. Ik vond het wel heel jammer dat ik mijn moeder niet kon zien met kerst. Dat is al een paar jaar zo. Maar dat komt gewoon een beetje omdat ik niet naar haar toe kan. En ja, zij vindt het ook wel heel lekker om met de kerstdagen thuis te zijn. Omdat zij gewoon heel veel werkt. En dat snap ik ook. En openbaar vervoer reizen is nu natuurlijk sowieso ook een drama. Dus zij had ook niet kunnen komen omdat het dan geen noodzakelijk bezoekje is. Dus ja, dat vond ik wel jammer. Maar we hebben elkaar gewoon wel even gesproken per telefoon. En we hadden cadeautjes voor elkaar. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, en ik ben natuurlijk tante geworden, wat ik net al even over vertelde. Juli, 22 juli werd ik tante van mijn nichtje Lente. Lang op gewacht, maar eindelijk was ze daar. Ze is nu 5 maandjes oud. En ja, ik heb een paar keer heerlijk met haar kunnen knuffelen. En ja, nu ze 5 maanden is, merk je al zoveel verschil. Ze kan nu veel meer. Ze begint al echt een beetje te brabbelen. Ze pakt dingetjes vast. Als ze bij je op schoot zit, gaat ze echt zo tegen je aan liggen. Ze pakt je handen vast. Ze gaat ook op je vingers zuigen. Ja, echt een super lief meisje. Ik word ook altijd heel blij als ik haar zie. En het is echt niet elke keer dat als we elkaar zien dat ik haar ook kan vasthouden. Maar zoals met kerst bijvoorbeeld ben ik gewoon even lekker bij haar gaan zitten. Hebben we eventjes een beetje gespeeld samen. Dan kijkt ze je zo aan met die grote blauwe kijkertjes. En dan lacht ze een paar keer naar. En ja, daar smelt je gewoon heel erg van. Echt een super geweldig meisje. Echt wel, ja, je kan er gewoon niet meer missen, zeg maar. En dan zie ik het nog niet eens heel vaak, maar ik geniet ook van alle foto's en filmpjes die ik krijg via de app. Dus dat is echt fantastisch. Dus dat is echt wel, ja, heel erg genieten. Dan heb ik ook nog een aantal mooie aankopen gedaan dit jaar. Laat ik beginnen met een van mijn recentste aankopen. Dat is een melkopschuimer van Senseo. Dit was iets wat ik al heel erg lang wilde hebben. Ik wilde al super lang zo'n melkopschuimer hebben. Maar elke keer vond ik ze toch nog om zomaar even te kopen best wel duur. Dus toen hij met korting was, heb ik hem gekocht. En ik vind hem fantastisch. Ik heb er spijt van dat ik hem niet eerder heb gekocht. Maar het is zo lekker, de koffie die er vanaf komt. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb een paar keer ook heerlijk kleding kunnen kopen. Dat doe ik regelmatig. Daar word ik ook altijd heel erg blij van. En nieuwe make-up natuurlijk. Maar we hadden het over de grote aankopen. Een van die aankopen, dat is dit dingetje met de AirPods. Die heb ik gekocht. Die had ik ook al een tijdje op mijn lijst staan. En dit jaar heb ik eindelijk de keuze gemaakt om ze te kopen. Ze zijn echt fantastisch. Ik had het veel eerder moeten doen eigenlijk. Maar ik heb ze nu gekocht. Ik gebruik ze echt dagelijks. En ik vind ze echt fantastisch. Dus ja, dit is ook wel echt een van de aankopen waar ik super blij mee ben. Nog een aankoop waar ik heel gelukkig van word. Dat is natuurlijk deze vlogcamera. Dit is de camera waarmee ik tegenwoordig vlog. Dit is de Canon SX730HS met een klapschermpje. En ja, hier maak ik mijn vlogs mee. En deze is ook echt fantastisch. Mijn andere camera, die was gewoon op een gegeven moment op. Die heb ik 2 jaar mee kunnen vloggen. En
Ja, dat was eigenlijk een relatief goedkope camera. En ik had toen op zoiets ook toen ik een camera ging kopen van joh, ik hoef ook niet gelijk het duurste van het duurste te hebben. Want ik moet eerst maar eens gaan kijken of vloggen wat voor mij is. Maar nu ik het eigenlijk na al die jaren nog steeds heel tof vind, had ik zoiets van nou, laat ik maar investeren in een wat duurdere camera. Dat is deze geworden. Het is nog steeds niet een hele dure camera, maar ik ben er wel super blij mee. Dus dat zijn denk ik wel echt de grootste aankopen die ik dit jaar heb gedaan. Ik heb zeker nog een lijstje met dingen die ik nog heel erg graag zou willen hebben. Maar dat is iets wat we, waar we volgend jaar wel eens naar verder gaan kijken. Wat er eventueel van haalbaar gaat zijn. Dus dat waren eigenlijk wel echt de grootste aankopen van dit jaar. Verder is het, of grootste, als je het hebt over wat duurdere aankopen, zijn dit de aankopen die wat duurder waren. Maar waar ik ook echt nog geen moment spijt van heb gehad, omdat ik het echt fantastisch vind. Ja, verder. Verder eigenlijk is 2020, ja, ondanks dat het een raar jaar was, is het op zich, ja, ook nog wel oké verlopen of zo, weet je. Ik heb mijn dingen kunnen doen. Ik ben nog steeds lekker bezig met het bullet journalen, waar ik gewoon heel erg blij van word. Waar ik gewoon, ja, heel erg mijn ei in vind en wat ik nog steeds heel leuk vind. Ik ben bezig geweest met lijstjes maken van mijn make-up en zoals van mijn lipsticks en van mijn nagellak. Daar wil ik complete lijsten van maken. Ik ben ook bezig met een lijst voor mijn stiften, die van de Action in die trayboxen, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen, ik moet eerst even een keer printer in te kopen. Dan kan ik dat gaan printen, dan wil ik dat ook lekker gaan afmaken. Maar dat zijn wel opzetjes waar ik mee begonnen ben in 2020. Ja, verder heb ik eigenlijk het enige wat misschien een beetje ook een punt was, wat ik niet had zien aankomen in 2020, is dat mijn oma naar een tehuis zou gaan. Ik denk als we het over de minpunten hebben van 2020, dat naast de corona dat echt wel iets is wat ik wel, ja, wat wel een beetje een minpunt is. Dat mijn oma ineens best wel snel op huiselijk gebied achteruit ging, waardoor ze gewoon niet meer thuis kon blijven wonen. En het ging allemaal zo snel dat ik wel even zoiets had van, wow, dit gaat wel ineens heel rap. Ze zit nu echt sinds augustus. Ja, ze zit nu 4 maanden zit ze in het huis. Maar ze heeft het ook wel heel goed. Dus ondanks dat dat wel een beetje een moeilijk ding was, dat ze ineens niet meer thuis kon wonen, heeft ze het wel veel leuker dan toen ze... Hoe is het? Want toen ze thuis was op een gegeven moment, ze kon zelf niet zo heel veel meer. En dat werd gewoon heel erg lastig. Ze was eigenlijk afhankelijk van elke dag dat mijn moeder kwam om het eten te verzorgen. En ze was ook wel echt gewoon eenzaam thuis. En ja, we hebben dat eigenlijk nooit echt zien gebeuren. En mijn oma is ook niet iemand die daarover klaagt. Maar ik hoor ook wel, zeg maar, van mijn moeder en zo, dat ze gewoon heel erg opgebloeid is sinds ze daar zit. Ze heeft het heel erg leuk. Ze vindt het leuk om interactie te hebben met de andere mensen. Dus ze heeft het gewoon wel heel erg goed daar. Ze vindt het ook heel erg leuk. En ze zegt ook gewoon van nou, ik vind het gewoon super leuk daar. Dus ja, ze heeft het gewoon echt heel erg naar haar zin. En dat is natuurlijk wel super fijn. En ja, dat zijn dan ook wel weer de positieve dingen die ervan zijn. Alleen, ja, het is allemaal wel heel, heel snel gegaan. Ik heb dit jaar dan 2 keer nog een bezoekje gebracht aan haar huis. En dan is het ook best wel vreemd, want oma zit er natuurlijk niet meer. Die is er niet als je daar komt. Maar goed, aan de andere kant moeten we ook heel dankbaar zijn dat ze er nog mag zijn. Dat ze het nu zo goed heeft. En ik hoop gewoon dat ze daar nog hele fijne jaren mag hebben. En ja, dat is dan op zich wel heel fijn dat ze het daar nu zo leuk heeft. Dus ja, ik denk dat dat dan wel eigenlijk een beetje hetgene is wat misschien, ja, een dieptepuntje was. Op zich voor het gevoel. Alleen, ja, je weet ook dat ze het heel erg leuk heeft. Dus we moeten het ook positief zien. Ik ben helaas nog niet bij haar op bezoek kunnen gaan. Werd door corona natuurlijk heel lastig.
nu mag het ook niet, omdat we nu in een lockdown zitten, mogen er maar 3 vaste mensen per week komen en andere mensen niet. Ik hoop in 2021, zodra het allemaal weer mogelijk is, daar echt een keertje heen te gaan om haar te bezoeken. Maar dat is dus tot nu toe nog niet gelukt. En dat komt natuurlijk ook omdat ik afhankelijk ben van iemand. En ja, dat gewoon even ingepland moet worden. Maar zodra het kan, wil ik zeker dat eventjes gaan plannen dat ik daarheen kan. Nou, dan heb ik eigenlijk alles wel verteld over 2020. Heb ik goede voornemens voor 2021? Nee, eigenlijk niet. Ik doe niet echt goede voornemens, nooit gedaan. Het enige wat ik me heb voorgenomen is dat ik wil proberen om wat meer water te gaan drinken in 2021. Dat zou wel iets zijn wat ik heel graag mezelf wil gaan aanleren. Ik wil sowieso lekker doorgaan met sporten, want daar ben ik natuurlijk in 2020 mee begonnen met sporten. Thuis sporten en ik moet zeggen, ik vind het echt heerlijk. Ik voel me er heel goed bij en dat ga ik ook gewoon lekker doorzetten. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik er ook sterker door ben geworden lichamelijk. Eerder had ik bijvoorbeeld heel veel moeite om iets heel zwaars op te tillen. Dat doe ik nu gewoon veel gemakkelijker. Dat zijn wel echt de positieve dingen. En ja, dat ga ik zeker voortzetten. Ik ga natuurlijk lekker door met YouTube, met mijn blog. En verder heb ik eigenlijk nog geen verwachtingen van 2021. Ik denk dat het gewoon een beetje koffiedik kijken is van hoe gaat 2021 verlopen. We gaan 2021 in met een sowieso nog met de corona en met de lockdown. Dus ik ga nog geen plannen maken van dit en dit wil ik in 2021 doen. Want ik leef sowieso wel een beetje met de dag. En ik zie wel wat het me gaat brengen. De dingen die ik net noemde, daar wil ik mee doorgaan. Maar ik ga niet nu al plannen maken van dit en dit wil ik doen in 2021. Want ik ga wel zien, want niemand kan weten hoe 2021 gaat lopen. Hoe corona zich verder ontwikkelt, wat er allemaal gaat gebeuren. Dus wat dat betreft heb ik verder geen verwachtingen van 2021. Dus ja, ik zie wel gewoon hoe het gaat lopen, zeg maar. Nou, dan was dit mijn jaaroverzicht van 2020. Volgens mij heb ik best wel veel zitten praten. Ik had ook best wel veel te vertellen. En ja, ik vind het ook wel leuk om daar gewoon even bij stil te staan en dit met jullie te delen. Ik ga oud en nieuw heel sober vieren. Gewoon eigenlijk hoe ik het altijd vier. Ik ben gewoon thuis met mijn katjes in mijn eentje. Ik ga oliebollen bakken. Ik ga gewoon lekker een drankje nemen. Gewoon wat lekkere dingetjes. Ik ga lekker televisie kijken. En verder niks speciaals. Oud en nieuw wordt sowieso natuurlijk niet heel speciaal. Want we hebben ook geen vuurwerk. Vind ik op zich niet zo erg. Want ik merk dat de katten er ook heel onrustig van worden. Dus ik vind het wel prima. Maar ik ga het verder niet bijzonder vieren of zo. Ik ga bij deze dan ook deze video afsluiten, want ik heb genoeg verteld. En ja, ik hoop in ieder geval dat je het ook heel erg leuk vond om een beetje een terugkijk te krijgen in mijn jaar van 2020. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om dit te doen. Ik wil jullie natuurlijk gewoon allemaal een heel fijn uiteinde wensen van 2020. En ja, laten we hopen dat het allemaal een beetje soepeltjes mag verlopen zonder te veel narigheden. Maar ja, dat moeten we nog gaan zien. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. Ben je nieuw op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's? Kan dit er op het rondje met mijn gezicht drukken. Op mijn kanaal zelf kun je op de rode button drukken. Daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Ik zou het ook zeker nog even leuk vinden als je laat weten wat jouw hoogtepunt was van 2020. Als je die al hebt. Dus laat het zeker weten in de comments. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop dat je gewoon in het nieuwe jaar weer te mogen verwelkomen op mijn kanaal. Doeg!